Behalve het isoleren van het dak en het zorgen voor voldoende isolerende ramen, is er nog een belangrijke vorm van isolatie. We hebben het dan over spouwmuurisolatie. Een spouw is de ruimte tussen de binnen- en buitenmuur van je woning. En bij oudere woningen is deze meestal alleen gevuld met lucht. Door de spouw te vullen met isolerend materiaal kan een woning de warmte beter vasthouden en blijft de kou buiten. Omdat de buitenschil van je woning, daar neemt de spouw het grootste oppervlak van in beslag. En omdat je beneden stookt en de spouw ook echt van beneden tot boven doorloopt, grenst dat aan het gestookte oppervlak, zoals we dat noemen. En de gestookte ruimtes, die grenzen dus aan de spouw. En daardoor heb je het meeste warmteverlies naar buiten toe via de spouw. Het is dus niet verwonderlijk dat het isoleren van de spouwmuur een behoorlijke besparing op kan leveren. Het rendement van spouwmuurisolatie dat is in de meeste gevallen rond de 30%. En die 30% die durven wij te garanderen, omdat wij vanuit het verleden ook, we isoleren al 40 jaar, ruim 40 jaar moet ik zeggen. En dat heeft zich ruim bewezen. Voor het opvullen van de spouwmuur hoeft er niets te worden afgebroken. Er worden namelijk gaatjes geboord in de voegen van de buitenmuur, zodat de vulslang zijn werk kan doen. We boren het boorpatroon, zoals wij dat noemen. Het boorpatroon bestaat uit een uitgestippeld patroon over de hele gevel, zodat we elk hoekje, elke vierkante meter goed kunnen raken met ons isolatiemateriaal. Daarmee zorgen we dus dat alles wordt opgevuld na het boren, om te zorgen dat er geen boorstof in de isolatie kan vallen. Dus eerst boren, dan isoleren. Dan beginnen we dus met vullen. Het vullen gaat vanuit de machine. Daar wordt het ruwe materiaal ingestopt. De machine maakt het weer klein. En vervolgens wordt het via de slang getransporteerd naar de spouwmuur. En daar wordt het als vezel weer ingeblazen in de spouw. Onder de druk waarmee wij inblazen vormt zich dat weer tot een strak pakket. En zodoende bouwen wij een laag op van hoogwaardig isolatiemateriaal van beneden tot bovenaan. Die als een warme deken om het huis zit. En je hoeft als woningeigenaar niet bang te zijn dat je huis als gatenkaas wordt achtergelaten. Wij hebben achter in onze vrachtwagens een ruime voorraad met verschillende soorten voegmortel. Die voegmortel die wordt gewoon in de boorgaten gestopt. We vullen die boorgaten dus met de voegmortel zoals wij die op kleur maken. Als het opdroogt, dan heb je dezelfde toestand als een opgedroogde voeg. En je ziet er helemaal niks meer voor terug. Je hoeft je geen zorgen te maken. Voor meer informatie over dit onderwerp kun je terecht op www.aandeslagmetjehuis.nl.